En ik vroeg me af, hoe staat u hierin? Dat ik mag uit. Jij mag hier verdwijnen. Sorry meneer. Hier op het kerkpad in Zutphen is de laatste tijd een hoop gedoe. Al tientallen jaren loopt dit wandelpad langs twee boerderijen en dit is al die tijd gedoogd. Maar nu zit er een nieuwe boer in en is er een hoop veranderd. We wachten even tot de politie er komt. Je hoeft niet meer te wachten, je moet hier gewoon opzouwen. Dit is gewoon openbaar terrein. Ja, openbaar terrein, ik ben nu eigenwijze klootzak, heb ik nou al 3 keer verteld. Ja, dat heb je nou al 3 keer gezegd. Ja. Maar ik ben niet zo onder de indruk hoor, het is een beetje vervelend wat je doet. Ja. Ik vind het heel normaal als je zegt van meneer, als u over mijn trein loopt, blijf op de pad. Ja, ik wacht even op politie. Als we hier op het bord naast ons kijken, zien we dat het openbaar toegankelijk is voor fietsers en wandelaars. Maar dat het niet is toegestaan om de aanliggende erven, stallen en terreinen te betreden. Met dat laatste gaat het af en toe wat mis. Ja, Rick, onze mailbox wordt echt al maandenlang bestookt met mailtjes over het wandelpad, het kerkpad in Zutphen. Wat is er precies aan de hand? Ja, er zit een nieuwe boer op en die beschermt zijn bedrijf eigenlijk. Er zijn bewoners of mensen die daar lopen die ook op zijn erf komen. Ja, en die kunnen daar ook schade aanrichten, maar hij kan ook die mensen bijvoorbeeld aanrijden. En dat heeft een frictie gegeven onderling. Dag meneer, hallo. Wij zijn een item aan het maken over de verwarring die hier ontstaat voor het wandelpad. Over wat nou nog wel en niet het wandelpad is. En ik vroeg me af, hoe staat u hierin? Dat ik mag uit. Jij mag hier verdwijnen. Sorry meneer, maar ik snap heel goed dat u dit heel vervelend vindt dat er mensen op uw eigen terrein komen. Maar ik vraag me af, wat kunnen we eraan doen om dit op te lossen? Dat is het enige. Is dat ding uit? De politie is er. Dag, hallo. Hoi. Komen jullie voor ons? Ja, we zijn gebeld door de bewoner dat jullie op de erf waren en niet weg wilden. We wilden wel weg, we zijn meteen weggegaan. We hebben een beetje uitgelegd dat jullie daar het alle recht hebben op te staan. We waren even benieuwd naar jullie kant van het verhaal. Ja, nee, wij zijn inderdaad gewoon over het wandelpad gelopen. En inderdaad, het is een hele verwarrende situatie. Want op een gegeven moment houdt het op. Maar het gemeenteasfalt loopt nog best wel lang door. Ja, het is gewoon openbare weg, dus dat is gewoon duidelijk. Ja, Maurits, we staan hier voor het huis van de boer. We hebben de boer zojuist gesproken. En jij bent slachtoffer geworden van zijn gedrag. Vertel. Nou, slachtoffer is misschien een beetje een groot woord. Maar ik ben wel een keer onaangenaam verrast door gewoon een wandeling dat we daar vandaan komen. En gewoon vrolijk hier richting Huizen de Voorst liepen. Maar meneer had duidelijk moeite ermee dat we langs liepen. Die kwam met een hoop bravoure naar buiten. En we schrokken er wel even een beetje van. Ja, maar hij kwam met een hoop bravoure. Er was niet echt discussie mogelijk. Wat zei hij dan? Letterlijk weet ik het niet eens precies meer. Maar wel dat we niet welkom waren. En of we de bordjes die hij zelf had geschreven niet had gezien. En hoe kwam hij op jou over? Een beetje overspannen. Okay. Ja, en dat is wel triest om te zien, maar ja, ik denk dat een stukje frustratie bij hem is, omdat hij constateert van ja, weet je, ze komen op mijn bedrijf. Ik kan een ongeluk veroorzaken waarbij ik eigenlijk jarenlang nog de gevolgen van heb. Hij heeft zijn verzekeringen verhoogd, weet ik. Want wij zijn als enige fractie in de gemeenteraad van Zutphen die contact heeft gehad met de boer en met de bewoners. Mm-hmm. En ik heb nu de bewoners zijn een beetje tegen ons gekeerd. Omdat wij gewoon eigenlijk vinden dat dit eigenlijk een hele doodordinaire burenruzie aan het worden is. Er zijn wel 146 meldingen geweest. En er zijn ook mensen die nog net niet zijn omvergereden met een tractor. Ik bedoel, ik snap best dat die boer denkt, blijf van mijn terrein af. Maar als mensen gewoon rustig over een wandelpad rijden, is het een beetje buitenproportioneel om je tractor te pakken en gas te geven. Ja, nee, ik vind het gedrag van de boer is natuurlijk ook niet goed, het agressieve gedrag. Nee. Het is gewoon openbare weg, dus je mag er gewoon langs lopen, langs rijden wat je wil. Alleen die mensen hebben dat liever niet. Ja, dat zijn ze nu ja, maar ja, ik heb ook wel zoveel dingen liever niet. Om dat dus even weg te laten worden. Ja, en tot die tijd houdt het gewoon op. Nou, dit was eigenlijk ons kant van het verhaal. Ja, precies, ja. En ook ons kant van het verhaal. Dus dan weten wij hoe het bij jullie zit. Nice. Ik zou u een high five geven als we geen corona hadden gehad. Ja, helemaal goed. Oké, dank u wel, hè. Hoi. Doei. Dankjes.